friends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Sorry. Ik ben vandaag op een veldje waarvan ik eigenlijk al weet dat ik bijna niks ga vinden. En waarom ben ik hier dan toch? Nou, twee redenen. Eén, alles staat vol met gras en de koeien staan erop, dus je kan nergens terecht. En reden twee is, ik heb dit veldje al zo verschrikkelijk uitgezocht dat ik al bijna zeker weet dat er niks is. Maar ik ben hier nog nooit met de Legend geweest. Dus, wat ga ik doen? Ik ga proberen om de snoepjes eruit te halen met de Legend. Kijken of dat lukt, kijken of ik werkelijk gelijk heb dat hier niks meer ligt. Of dat een nieuwe metaaldetector een hele frisse beeld geeft op een veldje wat al helemaal uitgekuild is. Wish me luck, ik ga het gewoon proberen. En dan heb je zo'n eerste vondst. En dan is het net zo'n vondst die je eigenlijk niet wil hebben. Kijken of ik het een beetje beter in beeld kan brengen hoor. Zo'n grote rakker uit de Tweede Wereldoorlog. Oehoehoe. Geweldig. Zitten we echt niet op te wachten. Krusty musty troepie. Geen idee wat het is. Maar het komt super mooi binnen en je hebt er geen fluit aan. No, mijn eerste vondst waar ik echt wat aan heb. Een achterkant van een lepel. Of een vork, dat weet je natuurlijk niet. Het kan van alles zijn, maar ik denk van een lepel. Oh. Hij wil niet eens mee naar huis. Hij gaat gewoon weer terug het gat in. Ik heb helemaal even een trui aan gedaan, want het werd een beetje fris. Maar ik heb eindelijk een vondst die wat dieper vandaan kwam. En die in het kluitje zit. Dus ik hoop dat hier ook een muntje in zit. Ik heb hier ook een steeltje van een pijp en een gedeelte van een pijpenkopje. Dus we zitten echt wel op de goede locatie. Maar het is gewoon leeg. Dus je moet echt de snoepjes ertussen uithalen. Nou, ik hoop dat hier zo'n snoepje in zit. Nou, laten we hem samen uitpakken. Kijken wat erin zit. Ik zie het al zitten. Maar ik weet nog niet wat het is. Het kan van alles zijn. Het is altijd wel leuk, hè? Het is net een cadeautje wat je in het uitpakken bent. Soms is het iets heel gaafs. Soms is het echt niks. Ik weet nu wat het is. Het is een gedeelte van een schaar. Een oud knipschaartje. Kijk. Dat is dan wel weer een hele leuke vondst. Dit is waar je duim of je vinger in zat. Hier zit het scharniergedeelte. Hier kon je je andere vinger in doen. Ja, mijn vingers zijn veel te groot ervoor, dus ik kan dat helemaal niet laten zien. Nou, ik kan het proberen. Nee, zo werkte het niet. Zo zat het. Zo. Kon je zo knippen. Kijk eens. Zo langzamerhand komen de vondsten toch een beetje naar je toe, hè? Ja, het is zonde dat hij zo verrot is, want hij is echt... Hij is hier versierd geweest en hier versierd geweest. Maar ja, het is... Een soort tinlegering, pewter. En dat raakt door de jaren heen gewoon helemaal verrot. Het is in ieder geval een gesp. En zo te zien is het een gesp van echt wel iemand die wil laten zien dat hij er mooi uitzag. Want hier zit een soort van zon in streepjes. En hier zit ook allemaal van die mooie streepjes erin.
Dus ja. Ja, in deze staat kan je er op dit moment niet heel veel van zeggen. Maar het is echt ja, gewoon een hele leuke vondst. Ik hoop dat jullie hem zien zitten. Ja, hier. Hier zit hij. En ik hoop dat het een pijpenvroeter is. Ja, daar lijkt het wel naar. Het lijkt op een pijpenvroeter. Een reutelaar. Hier heeft natuurlijk wel wat meer aangezeten. Je hebt deze dingen, die zien er een beetje hetzelfde uit. En dan is het een kurkentrekker, maar die zijn groter. Dit is echt een kleintje. En met de onderkant kon je je pijpje uitvroeten, reutelen. Dat is een beetje de functie van dit ding. Ja, hier heeft wat opgezeten. En daar kunnen we nu niet meer achterhalen wat het precies was. Of ik moet exact dezelfde kunnen vinden. Maar ook dit is weer een leuke vondst. Kijk nou wat ik gevonden heb. Het is roodkapje. Roodkapje. En de wolf natuurlijk. En ik dacht dat het een zilveren lepel was. Maar het is een verzilverde lepel. Van VG. Vraag me niet waarom ze dat logo niet netjes in het midden hebben geponst. Want hij komt uit 1900 ongeveer. Oeh, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik een zilveren munt heb. We gaan hem er even uithalen. Nou, hij ligt er eigenlijk al uit. Hij ligt bovenop de kluit. Nou, zo lang. Echt lang hoor, want ik ben echt heel lang al bezig. Wordt het toch beloond. En goed ook. Tenminste, dat mag ik hopen. We gaan even kijken samen. Kom. Daar ligt hij. Hier. Dit moet hem zijn. En dan hoop ik echt dat het een super mooie zilveren rijder of ademschelling. Een diep in mijn hart zelfs een scheepjeschelling, want dat is nog steeds mijn bucketlister. Oh, laat het geen plaklood zijn. Nee, dit is geen plaklood. Dit is geen plaklood. Wat het wel is, kan ik nu nog niet zeggen. Ik denk... Nou, ik kan er nog weinig van zeggen. Ik kan er nog weinig chocola van maken. Maar het is in ieder geval een dikke zilveren munt. En daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Nou, die krijg ik nog wel schoon. Beetje rommelen thuis in de keuken. Dan wordt het vast een prachtmuntje voor in mijn kast. Super leuk. Leuk. Een mooi stukje lood mag natuurlijk niet ontbreken op zo'n dag. Kijk, hier staat een passer. Hier staan wat letters. En wat leuk is, hier staat een T op zijn kop en een T op zijn zij. Dus die letters die zijn maar een beetje door elkaar gehusseld op dit loodje. Ik weet niet waarom dat is, maar dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat het een accijnslood is. Dit heeft ergens opgezeten en dan kan je zien dat er belasting over betaald is en waar het vandaan komt. Nou, de dag zit er weer op. Schoentjes weer aan. Uiteindelijk toch nog best wel lekker gevonden. Mag helemaal niet klagen. En dat terwijl ik hier echt al zo vaak geweest ben. Zo zie je me weer, het veldje is nooit leeg. En soms is het verfrissend om af en toe eens met een andere metaaldetector wat te gaan doen. Ik ga de boel opruimen. Ik ga thuis mijn zilveren munt schoonmaken. En dan ga ik lekker editen. En dan zien jullie wel wanneer die online komt. Totale onzin om te zeggen, want hij is natuurlijk online op het moment dat ik dit zeg en jullie dit zien. Hebben jullie nou genoten van deze video? Vonden jullie hem nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie mij de volgende keer weer terug. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.